ik ben bezig om het bedrijf over te nemen, het Malgaarde bedrijf, eind 2009. En dat ziet er al heel goed uit, dat het lukken zou. En op het moment dat de speakers met kappen slaan werden moesten, kwam de Q-coach in Nederland. En toen kwam het hele verhaal met me terug. Ik baal als een stekker, ik ben er een jaar hier hartstikke ziek van geweest. En, maar toen kwam deze vacature en ik heb erop solliciteerd en ik heb hem gekregen. Ik ben er hartstikke blij mee. En dan ben je op hier? Ja, dan ben ik op hier, ja. Leuk. Dus je krijgt het vestgeld, dan sluit je in een auto. Ugh. Ja, ja. Dus het kan raar rinnen in het leven? Ja, raar. Vreemd? Ja, ja, misschien ook wel heel mooi. Vorig jaar eigenlijk voor het eerst dat we zijn hebben van we zetten die gemaal nu op het moment dat er serieuze frost komt. Want op het moment is die gemaal nu, zegt het minder beweging in het water en een, ja, dat bevordert de ijsgroei. Ja. En wij binden in principe net alleen voor de boeren en we binden net alleen voor de schaatsliefhebbers. Maar als het in deze tijd nog op die manier wat helpen kan, dan is dat mooi. Ik heb het gemaal uitzetten, het ziet nog een week uit en het pijl is 54 centimeter stegen. En nou, dat just ik wel. Met name er op de linkerkant. Nou, het heeft nog een 30, 40 centimeter nodig en dan komt het op land. Ik verwacht je net dat het safier komt. Mocht het al uit de kramen rennen, dan kennen we altijd zeggen van we laten het gemaal even op hand bediend draaien. Hierachter hebben we dan net een schaatsroute. Dus dat kan op zich wel wat leiden. Maar als je nou een lul gewoon. Ja. Kun je dan de hele Elfstedentocht kapot motje? Ja, mooi dat. Hè? Ja. Dat is wel zo mooi. Alleen ik ben niet direct inladen voor de Elfstedentocht. Oh. Dus dit doen we dat net. Misschien volgend jaar dat ik uit frustratie, de boel even aanzet. Maar nee, ik mag zelf graag rijden. En, ik snap heel goed dat mensen. Op het moment dat. Of tenminste, de mensen die mij graag rijden en dat wij daar wat een bijdrage leveren kennen. Kennen, zonder dat oren daar een soort les van hebben, dan doen we dat. Ja. Ik mag die graag rijden. En mijn vrouw ook. Maar die hier bij altijd woon bij de honden, want die is een keer gevallen en nu doet ze net meer los. Ik denk, ik ga je rommel genoeg. Ik moet zien dat ik wat iemand een brouwen kan. Is dat slagen? Nou, redelijk ja. Heel best. Oh. Jongen, jongen. Dit wordt niks een werkje. Loop maar even, ja. Komt net zo krek. Ja. Dat ik je nog maar even zien of we maar rijden kunnen. Het snijdt wel hard, maar. Dat is het hut. Ik ben een keer een hersenschudding gehad. En ben ik wel bang voor worden. Dus ik maak graag. Aan de hand. Aan de hand dan. Nou, en ik denk dat we los. We moeten een slieren maken. En heb je hem al geprobeerd? Juster, ja. Ja, ik niet, hè. En jou dan? Nee, hij had hem voor mij maken, maar hij riet er zelf achter. Zo, kunnen we even het proberen. Nou, dit gaat mooi. Dit is prachtig, jong. Prachtig, ja.
Nou, zeg daar, nou. In de snier dunne. En dan rijd ik nog even een handje, hè. Het prachtig. Het riet dat sliep je eigenlijk. En ze leggen een paar duntjes op een maat, maar oh, de vlinder staat er nog in. Nou, ik moet altijd even wennen, hè. Maar tjie, ik heb nog wel even, maar de, ik doe er nog hartstikke wel aan. Deze is net zo glad als juster. Ik ben mijn juster altijd glad en ik doe er nog van mij ik wel even te rijden. Wat handig zo, man. Ja, verrassend. Ja, ik nooit al. Nee. Hij praktiseerde er eerst ik wel goed toen nooit, wat hij hoe het wat innerlijk kan steken met. Hij kan wel aardig vooruit denken. Dat, En dan is jij een paar dagen heel stil? Ja. En zie, hij begon er in de eerste mooi. Want hij zei, als er iets is, ben ik gelet. Dan moet ik leerwijzen. Nou, zie hier het resultaat. Ja.